Droge mond of xerostomie is een frequent voorkomende nevenwerking na bestraling in het hoofd-halsgebied. Ten gevolge van een behandeling met radiotherapie in het hoofd-halsgebied kunnen de speekselklieren minder functioneel worden, wat ertoe leidt dat er minder speeksel geproduceerd wordt. En hierdoor krijgt men last van een droge mond. Die last kan al vroeg optreden tijdens de behandeling, soms al na 1 week, en gaat vaak gepaard met een verandering in smaak en een pijnlijke mond. Het gevolg is dat veel van onze patiënten belangrijke problemen met de voeding hebben. Als eten geen smaak meer heeft, eten doet pijn en het ook nog eens als een prop in je mond blijft steken, ja, dan wordt het natuurlijk een heel karwei. Niet alleen na bestraling kan droge mond ontstaan. Polypharmacie, Sjögren-syndroom, diabetes, nierfalen en ook bepaalde chemokuren kunnen ook soms zelfs zeer ernstige klachten van droge mond geven. Verminderde speekselproductie klinkt onschuldig, maar heeft veel invloed op de kwaliteit van leven. Niet alleen verandert de smaak, ook kunnen er andere problemen zoals slik- en spraakproblemen ontstaan. Speeksel heeft namelijk verschillende functies. Ten eerste, we smaken beter door het speeksel. Ten tweede, het is een soort glij- en bindmiddel. Het doorslikken van het voedsel gaat gemakkelijker met speeksel, als ook het spreken. En ten derde, beschermt het onze tanden. Met minder speeksel is de kans op gaatjes en tandvleesontstekingen veel groter en heeft men veel meer last van een slechte adem. Door een droge mond is de nachtrust ook vaak verstoord, wat van invloed kan zijn op het humeur en het functioneren overdag. Dus deze ogenschijnlijk banale klacht kan allerlei andere klachten veroorzaken met een belangrijke impact op het algemeen welzijn. Het is zeer belangrijk om deze klachten te bevragen bij onze patiënten. Patiënten melden het soms zelfs niet spontaan en des te belangrijker dat wij als zorgverlener er actief naar vragen. Een aantal korte vragen zijn meestal al voldoende om inzicht te krijgen in de ernst van de klacht. Online zijn er verschillende scorelijsten te vinden die eenvoudig zijn in het dagelijks gebruik. Als behandelend arts en verpleegkundige zijn we natuurlijk altijd in de eerste plaats gericht op het genezen van de patiënt. Maar een ander belangrijk punt is natuurlijk de kwaliteit van leven. De patiënt mag dan wel genezen zijn, we willen dat hij ook kan genieten van het leven. En droge mond kan deze kwaliteit van leven sterk compromitteren. Eten en vooral lekker eten, samen met vrienden en ondertussen ergens over discussiëren, dat zijn natuurlijk leuke dingen om te doen. Net dat alles kan verstoord zijn bij een patiënt met droge mond. Het risico op droge mond blijft helaas bestaan. Daarom hebben we ook onderzoek verricht naar de behandeling van xerostomie. Ons onderzoek toonde aan dat het gebruik van zogenaamd kunstspeeksel de klachten van patiënten doet verminderen. Het is belangrijk om de patiënt tijdig te adviseren over het bestaan van dergelijke producten. Want hoe eerder de patiënt begint om de mond te bevochtigen, hoe meer wordt voorkomen dat er later klachten zullen ontstaan. We geven ze dan een staaltje mee, zodat ze het thuis rustig eens kunnen gaan proberen. Het advies zou kunnen zijn om overdag een mondspray te gebruiken en 's nachts een gel. Beide zorgen voor de bevochting van de mond. Een goed advies over een juiste tandpasta en mondspoelmiddel zonder schuimmiddel en alcohol helpen de patiënt om de mond schoon en fris te houden. Regelmatig water drinken en kauwen op een stukje komkommer, dat zijn klassieke tips die kunnen bijdragen aan een aangenamer mondgevoel. Een gesprek voeren zonder dat je mond aan elkaar plakt na 5 zinnen, dat wordt weer terug mogelijk. 'S Morgens terug wakker worden zonder het idee te hebben dat je je in de Sahara bevindt. Dat maakt natuurlijk een enorm verschil in kwaliteit van leven. En daarom raden we inderdaad aan veel van onze patiënten met droge mond het gebruik van mondbevochtigende producten aan. Door het verminderen van de klacht van droge mond verbetert de kwaliteit van leven. En daar doen we het tenslotte allemaal voor. Zo, ik ga u even een staaltje overhandigen dat u thuis eens even rustig kan uitproberen. En in deze brochure staat beschreven wat dit staaltje voor u kan betekenen voor de behandeling van uw droge mond. Ik ga het aan u meegeven, alsjeblieft.